Goeiedag. En ik zou bijna zeggen welkom in de wielerhemel. Want als je vandaag naar de televisie hebt gekeken en dan vooral naar de finale van de zeg maar laatste Pyreneeën-etappe, dan moet je echt je hemels voelen. Wat gebeurde er een boel en waarom wil ik nu beginnen met het klassement van de eerste 10 van vanochtend? Als je dat klassement ziet, met Thomas op de eerste plaats en dan Dumoulin, Froome daarachter, Roglic, Quintana, Kruiswijk is zesde, Landa, Bardet, Martin en Vogelsang. Waarom is dat belangrijk? Denkt u dat die renners belangrijk vinden of je in een Tour vijfde of zevende of negende wordt? Wij denken wel eens dat dat een vergeten gebied is. Maar voor die kerels is dat heel belangrijk. En daarom zagen we vandaag wat we zagen. We zagen Landa in de aanval trekken. En we dachten van, hoe is het mogelijk dat je dat wil vandaag? Bardet reed alsof die dynamiet in zijn billen had zitten. En daarna kwamen er dingen die waren mooi, die waren historisch gezien belangrijk voor de uitslag van deze Ronde van Frankrijk. De gele trui werd niet aangevallen, nergens. Thomas reed eigenlijk een makkelijke 201 kilometer. We kregen een fantastische afdaling met daarin momenten dat je dacht van oh nee, dat kan niet. Maar oh ja, het kon dus wel. En de mannen die vandaag reden, dat waren er 145 die de koers uitdeden. Jelle van Endert gaf op. Die behoren allemaal een pluim te krijgen. Die maakten van deze Ronde van Frankrijk 2018 een geweldig spektakel. Het gaat veel te ver om alles op te noemen, maar laten we nou eens beginnen met Robert Geesink. Die gaat op enig moment aan de kop rijden van het peloton. Er rijden dan mannen vooruit, 2-3 minuten, maar het peloton moet uitgedund worden. Dus hij zet er een soort van fijne kam op. En hij haalt het sap uit de spieren van de mannen die achter hem rijden, inclusief die kerels van Sky. En die vinden dat niet leuk, dat die lange man uit de achterhoek daar zo denderend naar boven gaat en die klappen geeft op die trappers. Dan later komt Kruiswijk. Kruiswijk 1, Kruiswijk 2, Kruiswijk 3. En dan kraakt de ploeg van Sky. Dan zie je mensen die wegvallen omdat ze niet meer kunnen. En dan blijft de gele trui over en dan kraakt ook Froome. Op een of andere manier vinden we dat interessant om naar te kijken. Froome valt weg, niet alleen als eventuele winnaar van deze Tour, maar ook uit de top 3. En daar ging het dus vandaag om. Iedereen vocht voor zijn eigen plaats. Kruiswijk wilde er blijven of zich verbeteren. Quintana had gezegd, ik blijf er nog. Maar Quintana werd de grote verliezer. Er was één grote winnaar en die heette Roglic. Die gaat nu met nog één tijdrit te rijden, morgen, gaat vanaf de derde positie de tweede positie van Tom Dumoulin aanvallen. En Tom Dumoulin was niet echt een happy camper aan de streep. Hij had iets gezien wat wij met z'n allen niet gezien hebben. Hoewel de Franse registratie van de televisie perfect was, misten we juist dat moment dat Roglic wegreed, zomaar op het vlakke zoals Dumoulin zei, en Roglic bleef weg. En hij verdient de etappeoverwinning. Hij verdient hem zeer zeker. Ik heb hem nog ergens goed opgeschreven. Hier mag u meekijken hoe dat ging. Roglic is 1. Thomas pakt ook nog bonificatieseconden. Bardet doet dat ook. En dan op 19 seconden krijgen we de groep Dumoulin. Dat loopt tot en met Froome op de 8e plaats. Kruiswijk 31 seconden. En Zakarin 31 seconden. Dat zijn cijfers, dat zijn normale keiharde cijfers. En dan denk je van oké, wat komt er dan na? Dan komt er na iets van het algemeen klassement. Nou, daar gaan we. De gele trui zit hem heel goed. Thomas op 2,5 Dumoulin, op 2,24 Roglic, Froome op 2,37, Kruiswijk 4,37, Landa 4,40. Daar zit dus maar 3 seconden morgen tussen. Bardet, Martin, Quintana, Zakarin. Zo is het vandaag allemaal gegaan. Het was een fabelachtige wedstrijd. En daar zat nog een aspect in. Bernal is een jonge vent, komt uit Colombia en dient 3 keer salarisverhoging te krijgen. Vanavond aan tafel nog. Hij redt de meubelen voor Team Sky. En dat doet hij op een prachtige wijze. Deze etappe van vanavond, van vandaag, krijgt vanavond van mij een 9,5 of 10 min. Het was prachtig om naar te kijken.